Zeker 7000 Eindhovense gezinnen leven in armoede. En dat is veel te veel in een florerende stad als Eindhoven. 26 Eindhovense organisaties, waaronder het Leger des Heils, de Voedselbank, de Kledingbank, Stichting Speelcadeau, MEE, Wij Eindhoven, Neos en het Summa College hebben samen met Stichting Minima Eindhoven een armoede manifest overhandigd aan de Eindhovense politiek. Wij als SME willen gewoon dat er continu aandacht blijft voor armoedebestrijding. Het is namelijk een heel hardnekkige realiteit, ook in Eindhoven. Dus wij vinden ook gewoon dat daar continu aandacht aan besteed moet worden. Schiet het nu tekort? Wij vinden helaas van wel. Er zijn dus dingen die echt beter kunnen. Ik ga ervan uit dat iedereen loeihard werkt, maar... Het moet beter, het moet nog beter. Als we bijvoorbeeld kijken naar de schuldhulpverlening, dan zien we dat ongeveer 70% van de cliënten van Wij Eindhoven schulden heeft. We zien wel dat er gewoon hard aan gewerkt wordt, hè, dat er maatregelen zijn, maar toch ervaren de organisaties die dit manifest mee ondertekenen, die ervaren toch dat de drempels te hoog zijn, dat de toegang te moeilijk is, dat het te lang duurt. Dus ondanks dat we het met z'n allen doen, is het niet goed genoeg. Er worden toch nog een heleboel mensen niet bereikt. Die recht hebben op allerlei toeslagen, ondersteuning of wat dan ook in die vormen. Dus daar schiet het wel in tekort, vinden wij. Met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen trekken de 26 organisaties nu aan de bel. En nu handelen is later profiteren. Want armoede is meer dan alleen niet goed kunnen rondkomen. Het betekent een slechtere gezondheid, een kortere levensduur. Al dat soort zaken, ook op school voor kinderen. Ja, het is echt het is noodzaak echt dat ook die groep mensen mee kan doen. Zoals ze zelf zo mooi schreven in het coalitieakkoord. Iedereen moet meedoen. Dat het ook echt gaat gebeuren. Het knelt bij... Natuurlijk mensen met een heel laag inkomen of een bijstand. Als ik denk aan alleenstaande moeders met kinderen. Als ik denk aan mensen die net op de arbeidsmarkt beginnen met een ZZB-contract of een 0-urencontract. Ik denk ook aan migranten met een migratieachtergrond die toch een te laag inkomen hebben. Er zijn heel veel groepen te noemen die toch moeite hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen. Daarom moeten er oplossingen komen. En snel. En die worden aangedragen in het manifest. Wij denken dat er meer overleg moet zijn tussen de gemeente en alle profit- en non-profit organisaties die zich met armoede bezighouden. Dat er meer structureel overleg moet zijn. Wij denken dat er ook een armoederegisseur moet komen die een soort spil in het geheel moet zijn. Die voor iedereen makkelijk bereikbaar moet zijn. Wij denken dat er meer gemeten moet worden. Goh, wat doen we aan armoede? Heeft dat effect? En door het zo op te pakken, denken we dat het beter gaat. Ik vind ook dat het een gezamenlijk iets is. Je zou samen op moeten trekken met de Eindhovense samenleving. Het is niet alleen een politiek vraagstuk natuurlijk. Het is ook een Eindhovense samenlevingsvraagstuk. We realiseren ons dat het zwaar weer is in Eindhoven. Maar wij denken dat heel veel voorstellen die wij doen, dat die ook geen geld hoeven te kosten. Dat is toch gewoon met de bestaande middelen, met de bestaande capaciteiten dingen anders doen. Dingen slimmer aanpakken.